Dan is het brugje de cocktail af. Hey, daar zijn we weer. We moeten wel langzaam gaan nadenken over de gerechten die we op het kerstdiner gaan voorschotelen aan onze vrienden en familie. Jullie kennen vast allemaal van vroeger de garnalencocktail wel. Nu vind ik dat een beetje boring, dus ik heb er een leuke eigen twist aan gegeven. We gaan een zalmcocktail maken. En voor de mensen die in 2022 minder vlees of vis willen gaan eten, heb ik een leuke vegan variant op deze cocktail. Kijk maar eventjes mee wat er allemaal in gaat. Voor deze spannende cocktail hebben we natuurlijk een paar dingetjes nodig. Allereerst heb ik de zalm, het hoofdbestanddeel van de zalmcocktail. Nu is de vegan variant mijn geheime wapen, is zeekraal. Zeekraal is een plantsoort met een beetje een ziltige smaak. Het is dus een hele goede vervanger van eigenlijk vis. We hebben een avocado, we hebben een citroentje, we hebben komkommers, we hebben crème fraîche. Ik heb havenfraîche genomen, dat is vegan. Ik heb een half rood uitje. Een beetje rucola en een beetje platte peterselie. We gaan het dus vandaag in blokjes of zoals ze in de Franse keuken noemen ze het brunoise snijden. Vervolgens doen we eigenlijk gewoon precies hetzelfde met de ui. By now, you know the drill. Eigenlijk is dit voorgerecht alleen maar een kwestie van snijden. De zeekraal die jullie hier zien, die heb ik gewoon een minuutje opgebakken met een klein beetje olie in een pannetje met wat citroen. We gooien er een beetje crème fraîche bij en we gaan... lekker opdienen. De mix is eigenlijk dood eenvoudig. We beginnen met de zeekraal. Daar voegen we een klein beetje komkommer aan toe. Een beetje peper. Niet te veel zout. Want zeekraal is al best een klein beetje ziltig van zichzelf. Twee scoopjes van de crème fraîche. Voeg een klein beetje ui aan toe. En dat meng je eventjes goed door elkaar. Klein beetje citroensap erbij. Nu vergeet ik bijna wat het een beetje smeuïg maakt. Natuurlijk de geprakte avocado. Eigenlijk een kwart avocado bij ieder bakje. En dat mengen we nog even goed door elkaar. En dan is het brugje de cocktail af. Dan het spannendste. We beginnen eigenlijk heel makkelijk met een beetje van rucola. Dan beginnen we met de zeekraal. Ik schep het eigenlijk gewoon tot één hoop. En die leg ik er als het ware op. Zorg ervoor dat je de randen een beetje vrij laat, want dat ziet er gewoon net iets mooier uit. Zo'n mooi eiland in het midden van het glas eigenlijk. Ja, voor de zalm is het eigenlijk exact hetzelfde geintje, maar ik ga het gewoon nog een keer laten zien. En dan komt het echte priegelwerk. We beginnen met een klein bedje komkommer. Dan, om het een beetje kleur te geven, een klein beetje rode ui. En dan, om het af te werken... Een beetje van die zeekraal natuurlijk. En die zalm. Hier gebruik ik dan een klein beetje peterselie. Omdat dat gewoon echt heel lekker samengaat met die zalm. Ik voeg een beetje citroensap aan toe. Het laatste beetje kleur is natuurlijk een klein beetje van die gele mooie citroenschil. En wat je dan overhoudt is natuurlijk twee heerlijke cocktails. Waar je, vast wel van kan smullen tijdens het kerstdiner. Hey, even iets anders dan een garnalencocktail. Super lekker. Succes. En fijne feestdagen alvast. Tot volgend jaar.